Ja, maar zal was vandaag het breekpunt in de wedstrijd de rode kaart of de snelle 2-0 vlak naar rust? Oh, zo heb ik het eigenlijk niet eens bekeken. Ik vond dat wij gewoon slecht aan de bal gespeeld hebben. Te weinig beweging, geen ruimte maken voor elkaar, geen bal vasthouden. Dan roep je het over jezelf af. Enig idee hoe dat kan? Nee, want gisteren op trainen waren we echt, had ik echt veel vertrouwen in. En echt goede dingen gezien gisteren op trainen. En, dus dat kwam voor mij echt uit het niks. Maar ja, goed, het is wel een feit. Ja, jullie mochten de bal hebben, achterin rondspelen en Almere wachten op het foutje van Emmen. En dat kwam. Ja, nou goed, kijk, zij wachten, dat mogen zij doen. En dan moeten wij zorgen dat we het stuk spelen. En het is juist lekker als dat mag, want dan kun je gewoon, heb je het initiatief. Maar wij hebben initiatiefloos gespeeld. We hebben geen loopacties voor elkaar gemaakt. We hebben geen lijnen opengelopen. We hebben geen bal vastgehouden voorin als die voorin was. Dan kan je ook niet bijsluiten. Dus we hebben gewoon aan de bal gewoon veel te weinig gebracht. Ja, daar zit het ook niet mee wat betreft de arbitrage, denk ik. Hè? Want ja, die rode kaart van Kwee, ja, hoe zag jij het? Nou, ik kan er van alles over zeggen, maar dat is beter van niet. Dat zegt ook wat. Nee, maar ik heb het liever over onszelf. En wij hebben het zelf niet goed gedaan. En dan heeft het geen zin om over anderen te praten. Nee, ik was ook vol ongeloof. In de zin van, ik heb in mijn leven nog nooit een rode kaart gepakt. En ik was ook niet van plan om dat te gaan doen. In ieder geval op bewuste wijze. En dit is een bal waarin ik hem dicht moet lopen. En ik in principe de keuze kan maken, ga ik duel spelen of niet. En ik kies daar dan wel voor, omdat het gewoon het kan een gevaarlijke situatie worden. Maar ik ga daar geen duel spelen op het moment dat ik er überhaupt een kans in zie dat dat de rode kaart getrokken kan worden. Want natuurlijk, in de 44e minuut benadeel je daarmee je team niet alleen. Je komt met 10 man te spelen, dan wordt het gewoon een moeilijk verhaal als je daar een rode kaart pakt. Maar ik speel dat duel met eigenlijk de volledige overtuiging in mijn hoofd van, oké, als ik, stel je voor, ik kom in het duel, stel je voor, ik raak hem aan, of het wordt een overtreding. Nou, dan is het hoogste schil misschien niet eens. Misschien hoef je niet eens een kaart te trekken. En met die intenties maak ik dus de keuze om het duel te spelen. En ja, dan sta je wel met de mond vol tanden als dan de rode kaart getrokken wordt. Ja, wat zei de scheidsrechter? Ja, hij heeft niet zo heel veel gezegd, want echt spraakzaam was hij niet. Maar in principe de lezing van de scheidsrechter is natuurlijk het ontnemen van een directe scoringskans. Waar hij die heeft gezien, weet ik zelf ook niet. Maar dat was de lezing. We hebben nog geprobeerd om zeg maar een kwartier, dat wilde eigenlijk de eerste kwartier stand houden in de tweede helft, 4-4-1 spelen. En nou goed, er valt de vrije trap snel, die gaat erin. Dat is 2-0. Na een kwartier wilden we dan eigenlijk Boy en Eriksen brengen. Om dan 3-3-3 te gaan spelen en te forceren. Maar ja, goed, op 2-0 wordt dat natuurlijk alweer lastiger. Dus goed, dat hebben we geprobeerd en dat is niet gelukt. Ja, het wordt lastig, maar dat is ook iets waar wij als team een antwoord op moeten gaan vinden of ook naar op zoek zijn. En natuurlijk is het fijn als je ook tegen dat soort tegenstanders gewoon de 3 punten kan pakken. Want dat zijn juist de wedstrijden die je moet winnen als jij de play-offs in wil. En daar zijn we ook mee bezig. En het is natuurlijk zo dat tegen beter voetballende tegenstanders komen wij ook mee in ons spel. En dat denk ik wel dat we daar erg sterk in zijn. Dat dat ook een sterk punt is van ons team. Nee, het vervelende is dat er een interland weekend aankomt dat je al 2 weken aan de beurt bent. Dus we hebben nog een lange sit richting de volgende wedstrijd. Dus we moeten van de week kijken hoe we dit weer recht gaan breien. En wij kunnen voetballen. Vandaag hebben we het gewoon niet laten zien, maar dat wil niet zeggen dat we voor de rest van het seizoen niet kunnen voetballen. Wij kunnen goed voetballen, maar er moeten wel bepaalde zaken elke keer maar weer herhaald worden. En dat hebben we nu niet voor elkaar weten te brengen. Dus daar gaan we de komende weken naar kijken.